Eigenlijk is het heel erg ouderwets, hè, dat we zelf nog moeten sturen en moeten gas geven en zo. Zo'n auto zou eigenlijk helemaal zelf kunnen rijden. Professor Steinboeg. Hij doet onderzoek naar zelfrijdende auto's. Deze auto is voorzien van een aantal sensoren waarmee deze auto kan praten met de rest van de wereld. Dus hij kan met andere auto's praten, hij kan met het stoplicht praten. En waarom is dat handig? Bijvoorbeeld als je op een stoplicht afkomt, dat het stoplicht weet dat je eraan komt, zodat het stoplicht op groen kan gaan, zodat je gewoon niet hoeft af te remmen. Zelfrijdende of autonome auto's zijn volop in ontwikkeling. Echt het allerhoogste niveau van een autonome auto is dat er geen stuur meer in hoeft te zitten. Dat je als mens instapt en bijvoorbeeld vertelt waar je naartoe wil en dan gaat de auto jou brengen. Maar de zelfrijdende auto is niet het enige antwoord op de mobiliteitsvraagstukken van de toekomst. Ik vind het heel goed dat er allerlei onderzoek wordt gedaan naar nieuwe manieren om lange afstand transport te doen. Bijvoorbeeld de Hyperloop of magneettreinen. Maar tegelijkertijd is het zo dat infrastructuur, dus dingen bouwen in de gebouwde omgeving, bijvoorbeeld een treinrails of een Hyperloop-buis, dat is ontzettend duur. En als je dat afzet tegen de ontwikkeling die we nu zien van die auto die zelfstandig naar jou toe kan gaan, als je die twee vergelijkt, dan maak ik me zorgen over die infrastructuur, of dat niet veel en veel en veel te duur wordt. Maar het is goed om op dit moment er nog steeds naar te kijken en te onderzoeken of dat een optie wordt voor de toekomst.